So, hey, Fama. So, guys, ik zal opnieuw starten. Ja? Okay, guys. Dag, Majesty. Dag. Oké. Hey, van Maatjes. Hoe gaat het met jullie? Jullie weten het, ik ben Maatje. Ik ga het opnieuw proberen. Nog een keer. Oké. Ik ben bezig. Oh, hey guys, hey guys, hey Bas. Ik start gewoon weer opnieuw, hè? Hey, famaatjes, hoe gaat het met jullie? Ja, ik moest Majesty wegsturen. Miguel van 10 in SRD. Check mijn jongen. Mama, kunnen we eentje kopen? Ja, goodbye. Ja, zodat ik dit gewoon vrij kan doen. Het is vlak hier hoor. Het is niet eens 15 seconden lopen van mijn huis. Het is drie huizen zo of vier huizen verder. Dus die kinderen zijn veilig. En we hebben het vaker gedaan. Zo, pamaatjes, opa, gaat het met jullie? Ik ben misschien happy, weet je? Ik ben gewoon altijd vrolijk. Maatje de vrolijke Frans. Fransje. But I have some disturbing news. Ja, het is misschien niet zo erg als in andere landen, maar weet je, het is triest wanneer je zwager je een video opstuurt en je weet dat je zus, dus je zwager, net misschien vijf huizen verder woont dan die winkel. En wat is er gebeurd? Ik ga gelijk met de deuren huis vallen, guys. We hebben dus de mensen van Domburg hebben dus eigenlijk de staart van die orkaan gevoeld. En Isabi, if je staart, hey, wat voelen de andere mensen daar? Die dichtbij die orkaan zijn. Ja? Ze hebben slechts die staart gevoeld, de Domburg, en daken zijn weggevlogen en een heleboel is gebeurd. Maar ik ben gewoon dankbaar dat alles goed is afgelopen met mijn zus. Want ze woont letterlijk vijf huizen verder dan die winkel. En wat met die winkel is gebeurd, is niet mooi. Die hele helft zo is weggevlogen, hè? Die daken. Omdat die winkel vlak langs het water is. Langs het water. En langs het water gaan meestal de orkanen voorbij. Ja? Voelen we de staart over het algemeen. Hier te komen wenen hebben we het vaker meegemaakt. Want we wonen hier langs het water. Als je aan die kant gaat, net op de hoek, toch? Waar je gaat naar Margrethe, daar is de rivier. En vaak genoeg voelt Kommerwijnen, of tenminste dit gedeelte hier ook, Mariënburg, Rustelwerk, Margrethe, de plaatsen hier in de buurt, toch? Of ja, ook andere plaatsen hoor. Maar wij voelen vaak genoeg ook de staart van de orkaan. En waar er een aantal jaren terug, die mensen van Rustelwerk waren nog bezig te werken. Ik weet niet of het in een boot was of op machines. En er waren een paar ongelukken daar gebeurd. Er waren ook een paar vrienden, kennissen op de rivier. En ja, gelukkig, we zijn God dankbaar. Not op ding. Maar het kon zich gaan verergeren. Het kon erger zijn dan dit. Maar ik ben God dankbaar dat slechts alleen de daken zijn weggevlogen en niets anders. Ja? Stel, er komt een hele grote orkaan hier in dit land. Suriname is niet. Suriname is gewoon niet bestendig tegen dit soort dingen. In het buitenland, in andere landen, hebben ze bijvoorbeeld kelders gebouwd. Dat wanneer een orkaan zou mogen ontstaan of zo, weten ze van oké,
Zodra ze een sign krijgen, mensen schuilen of mensen optrekken, gaan ze weg. Maar Surinamers, we hebben niets meer. Oh, zo'n habikelder, zo stong. Stong naar Asanti. Waarop ik loop, is steen op het tegel. Bepaalde plaatsen hebben nog geen tegel, weet je. Dus, wat if een biggie orkaan kon jij naar konderen? We klaar. We zijn, onze huizen zijn niet hiervoor gebouwd. Of een, maakt niet uit wat het is. Onze huizen zijn niet. Hé, hey, Migger, die kinderen zijn er al. Zo snel. Ik heb jullie gezegd dat het snel is. Toch nauwelijks heb ik gesproken. En ze zijn er al. Hoeveel minuten heb ik gesproken? 2 minuten? Ja, zoiets heb ik gesproken. En ze zijn er al. Oké, okay, jullie hebben ijsjes gekocht? Nee. Breng voor me, breng voor me. We hebben allemaal 2. Is niet erg, breng. Geef me 1. Je moet met Maggie delen. Dankjewel, geef Maggie 1. Geef Maggie een hele, is niet erg. Vanaf mag ze een hele. Mm-hmm. So guys, en ja, ik heb een paar korte video's gekregen van mijn zwager en ik zal jullie dus dan stukjes wijzen van wat er allemaal is gebeurd te Domburg. Zo erg is het ook weer niet, want we denken van ja, in andere landen dan hebben we echt zware dingen waar mensen zelf, weet je, mensen sterven om orkanen enzovoort. Ja, maar Srana, uno buen de sandi. Dus wanneer we... Dus hij zegt van ja, maar andere landen gebeuren er veel ergere dingen. Maar dit is naar Srana, ik praat over Suriname. Maar als ik dit al erg vind, laat staan die mensen in andere landen. Ja? Ik weet niet hoe hun doen. Maar oké. Okay. Het ijsje is lekker. Power ijsje kan switchen. Het is gewoon lekker. Dus guys, ik ga jullie enkele video's wijzen over ja, hoe de dingen daar aan toe zijn gegaan. Mijn zus woont net aan de overkant van die winkel. Nee, ja, 2 huizen verder in de straat. En mijn moeder woont ietsje verder. Ik ben God dankbaar. Nothing happened to them. Dus kijk die video. Ik heb korte stukjes. Mijn zwager heeft dus video's voor me gestuurd. Dus ik zal ze maar op YouTube zetten. Dus mogen jullie zelf kijken. So guys, dus je moet even nagaan, je gaat niet kunnen rijden. Ja, je gaat niet kunnen rijden, want die daken moesten dus opgeruimd worden. Dus sommige mensen hebben een hele grote ommetje moeten maken om te gaan naar plaats van bestemming. But, you guys know something? Help came. Kinky, kinky. Ja, hulp is gekomen. En smakom, de brandweer. Ik ben zo blij, want de brandweer is gekomen. De brandweer heeft netjes opgeruimd. En ik hoest en toch zuig ik nog. Het is eigenlijk niet goed, hè? Wat ik hier doe, guys. Is zo niet goed wat ik doe. Ik kan kosso. Dan is zoiets koru eisje. Maar zo'n eisje nog koru. Alla eisje koru. Ja, kijk, zuigen is gewoon heerlijk. Zuigen is gewoon heerlijk, dus... Milep soigi eisje. En voilà die lekkere eisjes van deze dame. Dus de brandweer is gekomen. Daar is schoon. Het is opgeruimd. Check die video die ik nu plaats. Die ik hierna plaats. Jullie gaan zelf zien dat de brandweer heeft opgeruimd. En ik ben zo blij. Maar ja, jammer genoeg was ik niet zelf daar om te filmen. Maar ik heb mijn zwager dankbaar. Hij heeft me een paar video's opgestuurd. Hij heeft het zelf gefilmd.
zijn misschien niet zo helder als mijn video's, but he did his best. So thank you. En hij heeft me gezegd van, hey, gebruik het. Zet het op Facebook, zet het op YouTube. Ik heb het wel op Facebook gezet. Maar nu pas maak ik die video voor YouTube, zodat jullie guys kunnen zien wat er allemaal is gebeurd in het district Wanica, het gebied dat wij noemen Domburg. Ja, zijn geen domme mensen, maar ik denk gewoon aan de domme mensen. Zijn hele knappe mensen, want ik ken, ja, hele knappe mensen die van die kant zijn afgestudeerd en die iets groot zijn geworden in de maatschappij. Zo, aan een aning voor apprecie in mijn suma jude, maar jou en ik, tak, jou neem kom bigi in apprecie per jude. Hey! Oké, so guys, die video hè, ja, die video komt, volg het. So guys, dit was mijn video voor vandaag. Ik hoop dat jullie nou, ja, gewoon veilig zullen zijn. Ik weet niet waar je woont. Woon je in Nederland? Ik heb gehoord over de apenpokken daar in Nederland, dat het steeds erger wordt. Ik heb vernomen dat een kind ook apenpokken heeft gekregen. Mikado, ik dacht dat in. Oh, Vader God, beschermt u deze kinderen. Wat ik jullie vraag is om zo voorzichtig mogelijk te zijn. Wees voorzichtig. Overal waar je gaat, bescherm jezelf. Wees alert. Ja, let op je kinderen. Als je gaat zwemmen, want de vakantie hier in Suriname is, ja, binnenkort, ja, hebben we vakantie. En het is augustus, hebben we vakantie. Maar in andere landen hebben ze al vakantie. Dus ik wil zeggen, let goed op je kind wanneer je gaat zwemmen. Nog kletslangen aan telefoon. Want daar gebeuren die dingen. Je zit met je telefoon of je zit met je vriendinnen lekker Tony te praten. En daar gebeurt het. Bye bye kind. Je kind is aan het verdrinken. Want onze aandacht was niet onze kinderen. Onze aandacht was de telefoon of onze vrienden. Zo guys, wanneer je met kinderen ergens gaat, extra alert zijn. Daarom wil ik soms niet met kinderen gaan wanneer ik echt met, weet je, met vrienden ben of zo. Het is niet prettig. Want je gaat meer met je kinderen bezig zijn dan met jouw gezelschap. Dus weet wanneer je kinderen mee kan nemen en weet wanneer je ze niet hoeft mee te nemen. Zo guys, nogmaals, wees voorzichtig en let goed op jezelf. Eet gezond. Alweer mijn mangri. Mijn septak mijn mangri. Ik moet een beetje bijkomen. Ik ben bezig. Ik ben op zoek naar 2 kilo. Maar 2 kilo is niet te dik. Ik wil niet te dik worden. Maar ik ben op zoek naar 2 kilo. Want kijk hier. Ben ik zo droog? Ja? Ik ben niet zo droog. Onderaan daar is groter. Maar hier is droog. Ik bedoel mijn heupenkant. Hè? Dat denk je verkeerd. Mijn heupenkant is veel groter dan hier. Hier van me lijkt gewoon droog. Omdat ik gewoon hier in mijn gezicht ben ik gewoon droog hier en bonjo-bonjo-achtig. Toch zien jullie dat? Kleo lijkt dikker dan me, maar Kleo nu vat moren mee. Iedereen denkt dat ze dikker dan me is. Maar mijn broeken passen haar niet. Zien jullie, maar ik denk mager dan haar. Zij heeft een watermeloenface en ik heb een papaya face of een manja face. Zie je die soort papaya manja of die lange manja, toch? Die golet manja. Zo is mijn gezicht. Een langwerpig soort. Ja, yeah, that's me. Is het droge en zo. Dus guys, let goed op jezelf. Eet goed. Drink veel water. Drink veel water. Jeremiah, nee. Eet veel groenten. Ja, eet veel groenten. Eet veel rijst met dikkoek. Rijst is, te veel rijst is ongezond. Huh? Eet bananen. Eet bananen, guys. Banana, je hebt het gehoord. Bananen is goed. En broccoli. Goed zo, Jeremiah. Thanks voor je tip. Ja? Guys, dat was het voor vandaag. Nee. Is een veiligheidstip. Let goed op jezelf. Maatje loves you guys. You guys are my famaatjes. So, bye bye. Swai swai. Wees voorzichtig.
Nogmaals, wees voorzichtig. En Maatje zegt, till next time. Bye.